Dames en heren, goedenavond. Deze week lag er zomaar weer een boek van Harry Mulisch in de boekwinkel. En in één week zijn er al meer dan 50.000 van verkocht. Dat is zeker voor Nederlandse begrippen dus een absolute bestseller. Waarover gaat dat boek? Het heet De Procedure en het gaat over een man die durft niet bij de geboorte van zijn dode kind te zijn. Hij weet namelijk dat de vrucht dood is en hij kan dat niet aanzien en loopt weg. Dat kost hem zijn huwelijk, dat moment. Tegelijkertijd ontdekt hij iets heel bijzonders. Hij is namelijk biochemicus en hij ontdekt hoe hij van dode stof, hele kleine stof, levende stof kan maken. Dat is natuurlijk nog nooit vertoond en dat vraagt om de Nobelprijs. Die, welkom Harry Mulisch, gisteren aan uw neus voorbij is gegaan in elk geval. Ja, maar aan zijn neus is het ook heel wat jaren voorbij gegaan. En zo is dat met prijzen en neuzen. Ja, maar u was in Frankfurt op de boegmessen. Ja. En daar liepen een heleboel boekschrijvers en neuzen rond die heel graag de Nobelprijs wilden hebben. Ook u, denk ik aan. Ja, maar luister, zo werkt het niet. Kijk, het is ook een casino. Je kunt niet zeggen wie de beste schrijver is op een bepaald moment. Of het beste boek. Dat kun je wel in de natuurkunde zeggen natuurlijk. En in de wetenschap, hè, dan is iedereen over eens, ja, die moest hem nou hebben. Maar dit is een kwestie van smaak. Bovendien is het ene keer een blanke Europeaan, een man. En dan moet het ook eens een zwarte Aziatische vrouw zijn. En dan weer een rechtse man, een linkse man zoals dit jaar. Ja, zo. U bent toch ook een linkse man? Ik ben ook een linkse man, ja. Dus u was toch vrij zenuwachtig gisteren? Nee. Maar luister, je went er ook aan. Dat zijn van die verhalen, die hoor je jaar in, jaar uit. Waar wen je aan dat je niet de Nobelprijs krijgt? Dat je niet de Nobelprijs krijgt en dat ze steeds weer zeggen. En dat is een beetje vervelend zelfs. Want dan ben je eigenlijk ieder jaar de man die de Nobelprijs niet heeft gekregen. Ja, zo is het ook. Ja. En daar wen je aan. Ja, maar goed, zolang zo'n man die is ouder dan ik. Zolang vind ik het goed. Had u ooit gehoord van die Portugees die hem wel heeft gewonnen? Ik moet op een schande bekennen, nee. En ik lees nou in de krant over die boeken, hoe dat in elkaar zit, wat voor soort schrijverij dat is. En dat lijkt me heel interessant. Heel fantastisch en speciaal. En Harry Mulisch gaat het ook lezen? Ik ga zeker een boek van hem lezen, ja. Absoluut. We hebben het over die Nobelprijs, want het komt ook in het boek voor. Want de hoofdpersoon, Victor Werker, die droomt op zijn 16e jaar al van die Nobelprijs. U ook? Ja. Hij droomt ervan dat hij... Kijk, die Werker, die hoofdpersoon van het boek, wil eigenlijk schrijver worden. En die droomt ervan dat hij de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. Hij wordt geen schrijver. Hij wordt chemicus. En hij krijgt dan misschien de Nobelprijs van de chemie. En dat is precies het spiegelbeeld van mij. Ik wou als jongen van 15 wou ik chemicus worden. En die Nobelprijs wou ik hebben, die van de chemie. Toen ben ik gaan schrijven. Dus ik ben het tegendeel, het spiegelbeeld van hem. Er zijn een heleboel overeenkomsten tussen u en de hoofdpersonen. Het is natuurlijk wel vaak bij romanciers dat ze elementen uit hun leven grijpen om een roman gestalte te geven. Ja. Maar in dit geval is het wel heel erg treffend. Is dat met opzet zo gebeurd? Nou ja, natuurlijk is het met opzet gebeurd. Maar omdat ik ook zin had om een boek te schrijven over mijn spiegelbeeld. Over wat ik had kunnen zijn. En niet geworden ben. En dan is het natuurlijk aardig om hem niet te laten worden wat hij wilde. Namelijk, hij wil schrijver worden, wordt chemicus. Ik wou chemicus worden, maar werd schrijver. Ja, maar er zitten een heleboel dingen ook in de achtergrond die wel erg gelijkend zijn. Om eens wat te noemen. Hij wordt op jonge leeftijd door zijn moeder in de steek gelaten, zeg ik nu even grof. En blijft bij zijn vader. Ja. Dat is u ook overkomen. Ja. Dat heeft blijkbaar een grote indruk gemaakt. Oh. Nou, het doet me genoegen dat te horen. Ik heb daar overigens niet onder geleden. Wat doet het dan wel? Ja, dat weet je niet. Misschien dat je op een dag zo'n boek gaat schrijven. Dat doet het misschien. Ik heb dat niet als iets vreselijks ervaren op dat moment. Maar ja, dat is misschien juist een veeg teken. Ja, toen misschien niet. Maar het feit dat u het nu nog gebruikt in uw boek, trouwens ook in andere boeken komt het gegeven wel terug. Dat moet toch iets betekend hebben voor u? Of voor de vorming van uw karakter? Absoluut. Absoluut. En het is, als je bij je vader kijkt, je moeder is over het algemeen tegenwoordig nou niet meer zo. Want de vrouwen ook banen. Die is thuis toen, in die dagen. Hè. Mijn vader niet. Dus die was er ook niet. Die kwam s'avonds, meestal lag ik al in bed en zo. En ik werd dus opgevoed eigenlijk door een huishoudster. Dus in die zin was er niemand. Maar ik denk dat me gevormd heeft. Want daardoor kon ik mijn eigen weg volgen, gedachten lezen, nadenken. Worden die ik ben. Ja. En ik denk dat gunstig was in mijn geval. En dan is het frappante. U heeft nu een zoontje van 6, geloof ik. Dat u natuurlijk al die gedachten die u zelf heeft gevormd over vaderschap en het absente vaderschap wat u zelf heeft meegemaakt op een of andere manier kunt gebruiken voor de opvoeding van uw zoon. Doet u dat? Ja,
Kijk, opvoeden is niet iets dat je tegen zo'n jongen of meisje, in dit geval een jongen, zegt, je moet dit, dat niet doen. Ja, wel, je moet je messen in je rechterhand en je voorkeur in je linkerhand. Dat soort dingen moet je zeggen. Het is de opvoeding à la Mulisch. Maar het voorbeeld, dat is wat echt werkt. Als jij met je messen in je rechterhand en als je je handen gaat wassen voor het eten, en zo nog een paar dingen meer, als hij dat ziet, dat gaat hij ook doen. En ik merk het aan mezelf. Alle mogelijke dingen die ik doe, ze hebben me nooit geleerd, maar ik weet dat ik ze van mijn vader heb gezien. Maar is het niet zo dat u denkt, ik heb mijn vader zo weinig meegemaakt, laat ik nou eens heel veel zijn voor mijn eigen zoontje? Nee. Nee. Of is het zo? Bovendien staat ook in dat boek dat niemand zijn ouders voor zijn 30ste eigenlijk kent. Je moet een jaar of 30 worden om die afstand gekregen te hebben om ze te leren kennen. Ik wil niet flauw zijn, maar dat zal in zijn geval nog een hele opgave worden. Ja, nee. Want dan bent u 101 of zo. Ja, sorry. Alleen ja, om die reden. Daar komen we straks over te spreken. Ja. Iets anders. Veel in het boek gaat over specifieke vaardigheden van mannen en vrouwen. Om maar eens een hele heldere te noemen. Vrouwen krijgen kinderen en mannen maken kunst. Is het zo eenvoudig? Nou, vrouwen maken ook kunst. Maar er komt een soort televisieforum in voor van wie nou de beste beeldende kunstenaar van de 20e eeuw is. En daar zegt ook iemand, één ding staat vast, dat het een man is. Dat uit onze beraadslaging komt een man. En dat is dan misschien Picasso, misschien Mondriaan, weet ik wat. Maar het is een man. En dat is raar. En dan ontwerpt iemand anders aan die tafel, ja, uiteindelijk ik natuurlijk, de theorie dat in de oertijd al de mannen achter de bizons aan moesten hollen. Hè, voor dat vlees. De hele dag achter die enorme. En die vrouwen en die holen met die kinderen. Ja, de kinderen zwanger weer natuurlijk. Geitmelken, rommelen, tuintje. Dat was hun taak. En het is nog steeds zo dat die mannen achter de bizons aan hollen. En die bizon is dan macht, rijkdom, roem, wetenschappelijke theorie of een artistiek meesterwerk. En moet dat zo zijn? Ik bedoel, zit dat in het archetype van de verdeling? Nou ja, misschien. En dat zou dan dus biologisch verankerd liggen, het feit dat vrouwen zwanger kunnen worden. Mannen krijgen geen kinderen. Het besef, het inzicht dat mannen ook iets te maken hebben met het maken van kinderen, dat is pas heel laat gekomen. En er schijnen nog stammen te zijn in Afrika waar ze dat niet weten. Ze gaan met elkaar naar bed, maar dat het iets met de kinderen te maken zou hebben, dat weten ze niet. Maar wees nou eens eerlijk, vindt u dat dat eigenlijk wel zou moeten? Of dat het dus zo in de man zit dat hij dat niet doet, dat het zinloos is om daarvoor te strijden? Ja, maar hoe bedoel je nou precies? Zit het in het archetype van de man dat hij dat dus ook niet doet, zich bemoeien met dat kind? Ja, maar je kan het wel doen, maar op een gegeven moment, kijk, het is een vrije keuze. Die moeder baart dat kind, heeft het aan de borst en die kiest dat niet. Dat moet, als dat kind dood. En de man kan het doen, omdat hij geëmancipeerd is en in de tweede helft van de 20e eeuw leeft. Hij kan het ook niet doen. En dat ligt bij een vrouw natuurlijk heel anders. Ja, dan ga ik weer naar u. U doet wat u moet doen, kunst maken. En u wekt de indruk ook eigenlijk vooral gelukkig te zijn als u daarmee bezig bent. Ja. Nou, te beginnen kan je net zo laat opstaan als je zelf wil. En dat vind ik nog een vrij triviaal voordeel van het kunstenaarschap. Ja, goed, maar dat is het voordeel van de schrijver boven een chemicus. Want die moet om 9 uur naar het laboratorium. Maar goed, dat je volkomen je eigen baas bent. Maar je moet er een prijs voor betalen. En nu is dat misschien iets minder, maar in mijn tijd betekent dat eerst eens 10 jaar echt extreem armoede. Dat je ook geen kop koffie kan gaan drinken in het café. Waar je geen olie had voor je oliekachel, die had je toen. En van bijstand was er helemaal geen sprake. En dat moet je ervoor over hebben. Dan heb je dat niet. En dan denk je, nou, ik ga maar in de journalistiek zo'n beetje wat. Niet dat dédain met dat. Klaar. Dat je de journalistiek. Ja, maar dan ben je verloren. Ja, maar ik wil doorgaan op die. Kijk, iemand die zo serieus met dat werk bezig is. En het moet, het kunstenaarschap, dat moet. Dat is een innerlijke drang. Die heeft dus ook een soort isolement voor zijn omgeving. Dat kan haast niet anders. Ja. Ja. Het is, denk ik, niet de prettigste huisgenoot. Nee. En zeker schrijvers niet. Want schilders, dat zijn al leuke, vaak dronken, rondborstige mensen. Nee, maar die werken ook met hun handen. En ik bedoel, dat is een heel ander type. Terwijl een schrijver zit daar te pennen of op een computer tegenwoordig. En dat niet de leukste huisgenoot zijn, zoals je dat met het gevoel van een statement zegt. Levert dat een soort schuldgevoel op? Nee. Nee, dat weet een vrouw die mij wil. Die weet waar ze aan begint. Die weet waar ze aan begint, ja.
Maar als je kijkt, het atelier van dezelfde Picasso, die prachtige fotoboeken die daarvan bestaan. Het zijn allemaal honden, vrouwen, kinderen, alles. Ja. En die weten waar ze aan begonnen. Maar dat moet ik niet hebben in mijn werkkamer. Nee. Daar komt geen vrouw in. Nee, maar, nou, ja, kom nou. Ik moet toch zo nu dan een kop koffie hebben. Goed, dan is er nog een andere treffende overeenkomst. Ik heb ofwel van u zelf gehoord, ofwel ergens gelezen, dat u heeft meegemaakt dat u in een vliegtuig boven Egypte zat. Dat u naar buiten keek en dacht, die motor staat in de fik. Dat dacht ik niet. Dat was zo. Wat gebeurde er toen? Ik zat in dat vliegtuig met Sherry Duins, je collega, waar ik naar een televisiefilm. En iedereen zat naar de film te kijken. He, met die klepjes omlaag geschoven. Ik vind het buiten veel mooiere film, Middellandse Zee. Dus ik niet. Dus ik zit te kijken en ineens, waf, een vlam van 5 meter lengte. En die wapperde in die orkaan van die snelheid. He. Dus ik denk, nou moet ik niet roepen de motor brandt, want dan breekt de pleuris uit. Maar goed, ik dacht wel, Palestijnen. Het was een LL-toestel. De purser gewaarschuwd, erop gewezen, die meteen naar voren. Dat komt ook voor in het boek. Kijken, woem, vlam weg, motor afgezet. Even later motor aan, vlam weer. Maar goed, het is niet gebeurd. Maar dan zit je in een raar moment. En toen heb ik ook ik zat een boek te lezen, heb ik de achterste lege pagina eruit gehaald. Heb een briefje, heel vlug geschreven aan de mensen die ik achterlaat. Vlug, want iedere moment kon het een bal brandende kerosine worden. Dat heb ik in de zak van mijn overhemd gestopt. En dan maar gehopen dat er, althans dat overhemd nog aanspoelt ergens aan een of andere kust van de Middellandse Zee. En? Heeft u het briefje nog? Ja, maar... Ik weet niet waar. En dat heb ik echt, dus ik bedoel, à la Freud op een of andere manier verdrongen, weggemaakt. Het komt op een dag tevoorschijn. In dit boek staat er in dat briefje van uw spiegelbeeld Victor Werker, dat hij aan zijn vrouw vergiffenis vraagt. Ja. Voor, ik neem aan, dat hij weggelopen is bij de bevalling. Dat zou in ieder geval kunnen zijn dat u zich te veel met het werk heeft bemoeid. Of psychologie van de koude grond? Nee. Maar iedereen van mijn gezin en mijn vriendinnen die aanvaarden dat ik dat doe. En daar hoef ik geen schuldgevoelens over te hebben. Nee, het is gewoon een afscheidsbriefje. Ik weet ook niet meer wat ik heb geschreven. Ik heb het totaal maar verdrongen. De vergiffenis, wat wij allemaal even hoopten, dat is... dat was er niet bij. Nee. Dan nog één citaat daarover en dan gaan we onmiddellijk over tot uw rol als biochemicus. Vrouw zegt, Clara in dit geval, je bent zo'n intelligente man, dus dat klopt allemaal nog. De hele wereld staat versteld van je werk, klopt ook allemaal nog. Maar als het om je persoonlijke omstandigheden gaat, lijkt je plotseling een kind dat het onmogelijke wil. Gaat dat alleen over Victor Werker en niet over u? Nee, dat is ook wel autobiografisch een beetje. Maar ja, kijk, een kind wat het onmogelijke wil, dat is ook een meesterwerk willen schrijven in de literatuur. Dat is natuurlijk. Dat doen alleen kinderen. Een fatsoenlijk opgegroeide man gaat toch geen roman schrijven? Die gaat het werken, die koopt een boot en die gaat, weet ik wat hij allemaal gaat doen. Die gaat niet dat doen. En het is een spel. Een roman schrijven of een schilderij maken, het is een spel. En het is een spel op een totaal andere manier dan als normale mannen of vrouwen spelen. Potje schaak, voetbal of wat. Dat is een spel. Dat spel wordt gespeeld zoals een kind speelt. En dan zeggen de ouders, kijk eens, wat speelt die schattig. Maar dat kind speelt voor zichzelf niet. Wat dat kind aan het doen is, dat is de allerhoogste ernst. Als ik speel, weet ik dat ik speel. Als ik een potje schaak, komt zelden voor. Maar goed, dan weet ik dat het kind niet. Nou, en op die manier waarop een kind speelt, wat tegelijk de hoogste ernst is, dat is de kunst. Maar het is ook spel. En dat geldt ook voor de biochemicus, de Victor Werker. Nou, die zijn werk niet. Nee, dat is echt. Wat je zegt, die maakt uit dode stof, koolstof, zuurstof. Ja, laten we het daarover hebben, want dat is natuurlijk de kern van de procedure. Hij maakt uit een heel klein micro-organisme, neem ik nu maar even aan, dat dood is, dode materie. Nou, gewoon dit. Ja, ijzer, hout, fosfor. Maakt die levend? Ja. Wat zou het betekenen als dat echt waar was, dat kon? Nou, ik denk niet. Ik wil even in het algemeen nog toelichten. Er wordt aan één stuk doorleven gemaakt in dit boek. Mensen gaan met elkaar naar bed en de hoofdpersoon wordt geboren. Dat is ook leven maken. En dat is een manier die al heel lang gebruikelijk is. Ja, maar daar krijg je zelden de Nobelprijs voor. Kijk,
Kijk, waar de mensen bang voor zijn, en ja, mogelijkerwijs terecht, dat is het klonen. Maar dat is iets anders. Dat is iets levens nemen, iets wat al leeft, daarin rommelen, zodat het iets anders wordt. He, een muis met een oor op zijn rug, of dat schaap Dolly, en al die dingen meer. Dat zou tot misbruik kunnen leiden. Dit eigenlijk niet. Maar wat er gebeurt als een mens iets levens maakt, want kijk, dat was echt het voorrecht van God. Of van de natuur. Dat is een mythische grens. En als die overschreden wordt, dan ontstaat er denk ik een soort filosofische of religieuze. Denkt u crisis. Dat het die kant uitgaat? Dat iemand ooit een levende cel maakt? Absoluut. Dus ja. dan is God verslagen? Dan is hij geëvenaard en dan heb je hem echt niet meer nodig. Gelooft u in God? Dan weet je dus twee dingen. Dat vermoedelijk het op die manier ook in het echt is gebeurd. Ik geloof niet aan God, dat God de wereld heeft geschapen. Geloof ik niet. Niet? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het is door allerlei omstandigheden zo ontstaan. En hij is in staat geweest, als het ware, die omstandigheden vermoedelijk te reconstrueren. Kan misschien ook nog op een heel andere manier ontstaan zijn, maar dat zou kunnen. Maar God is dan weg. En dan als je zegt, gij zult niet moorden. Zo luidt dat gebod. Niet, gij zult niet doden. Doden mag wel. Moorden mag niet. Die is overschreden en dan, ja, hoe zit het dan moreel? Mag je dan dus ook moorden? Want we kunnen ook leven maken. En in principe, als je één cel kunt maken, ook al is hij zo klein als een microbe uiteraard, zou je in principe ook een heel mens uit. Ja, maar daarom houden we natuurlijk ook graag een God vast. Omdat we dan ook meteen de van hem afgeleide moraal in stand kunnen houden, volgens welke wij graag leven. En dat gaat dan schuiven. Maar dat is toch geen prettig vooruitzicht? Dat is geen prettig vooruitzicht. Nee. En toch gaat het die kant op. Absoluut. Maar ja, er zijn al zoveel dingen gebeurd die wij van de mensen 100 jaar geleden hebben gezegd. Ja, luister eens, in zo'n wereld zou ik niet willen leven. Dingen die nu allemaal heel normaal zijn. Ja, maar het volledig verlaten van de moraal lijkt me nou toch? Ja, nee, maar ja goed. Kijk, aan de andere kant is het zo dat die mensheid heeft toch zo'n instinct tot instandhouding van zichzelf. He, want er zijn al zoveel enorme crisis geweest. En al voordat er mensen waren in de natuur, miljoenen jaren geleden. Het is altijd overwonnen. Dit wordt ook weer overwonnen. Wat is dan het centrum van de schepping? Of wat voor betekenis heeft volgens u dat alles dan? Het is toch niet ooit zomaar een wilde weg begonnen om ooit maar eens een wilde weg op te houden? Nee. Nou. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Want kijk eens, op een gegeven moment klapt ook het hele al vermoedelijk weer in elkaar. Dat duurt nog heel lang, maar er komt een end aan. Er komt een end aan. Ik vind voor iemand die zo filosofisch getint is als u, zo'n minstens cynische kijk op het universum. Nee, het is gewoon de natuur. Vermoedelijk klapt de zaak weer, het dijt nu uit en vermoedelijk houdt dat op. Gaat in elkaar en dan ontstaat er misschien weer een ander heelal op hetzelfde moment. Maar dat is niet het onze. En de mens als centrum daarvan? Ja, nou, kijk, de zon dooft ook uit, al veel vroeger natuurlijk. Dus dan moeten we gezorgd hebben dat we wegwezen hier. He, en dat we op een planeet komen die om een andere ster draait. Dus je hebt wel kans dat de mens dat hele heelal bevolken gaat. Zoals hij eerst een klein stukje Afrika, toen Europa, toen Amerika. He? En dat nu. En daarom is die ruimtevaart belangrijk. Ik had verwacht dat u in God zou geloven, omdat u zelf zegt dat bijvoorbeeld zo'n boek schrijven, maar ook überhaupt kunst maken, die kunst is er eigenlijk al, dat boek was er al. Alleen, er moest nog iemand komen, in dit geval u, die het op zou schrijven. De letters waren er al, de gedachten waren er al. Dan denk ik, ja, maar als het er al was, wie heeft het dan gemaakt als u het niet was? Ja, nee, maar dat is een andere manier. Kijk... Als je me vraagt, geloof je helemaal niks? Ben je een doorgewinterde rationalist die zegt alles kan verstandelijk verklaard worden? Dat ben ik niet. Maar als je vraagt, geloof je aan God? En dan denk ik op hetzelfde moment, omdat we het hierover hebben, aan een scheppende God. Een God die de wereld en de mensen heeft geschapen. Daaraan geloof ik niet. Maar ik geloof wel aan een paar merkwaardige verbanden en samenhangen die ik ook tegenkom als ik schrijf. En dat ik daar zelf verbaasd over ben. En dat kun je dat. Dat kun je op een of andere manier religieus interpreteren. Maar wat u niet doet? Nee, die behoefte heb ik niet. Maar wat dan, merkwaardige mystieke verbanden, wat is dat dan? Nou, bijvoorbeeld dat ik iets schrijf. En op een gegeven moment merk ik, ja, maar wat ik hier zit te doen, zit allemaal al
in de oude Griekse mythe van, nou, noem maar één, Orpheus of Oedipus of wat. Nou, en daar heb ik geen moment aan gedacht terwijl ik het schreef. Dus op een of andere manier zweven die verhalen rond, laat ik het dan zo zeggen. Dat klinkt alweer aardig halfzacht. Dat klinkt enorm halfzacht, klinkt het. Ja, nee. Voor iemand die niet gelooft in God, bedoel ik? Die niet religieus is? Nee, maar ik geloof wel aan dit soort samenhangen die vooral ook tot uiting komen in mythe en in literatuur en verder in de kunst. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom mensen boeken lezen. He, want die willen zoiets hebben. En vergeet niet, de Bijbel is ook een boek. Is ook maar gelezen. Het staat er alleen maar, zwart op wit. In die zin zijn dus de collega's van mij geschreven. De apostelen. De apostelen. Ja. Collega's. Ja. Op het eind van het boek, dat buitengewoon intrigerende scène, in elk geval voor mij, komt u verzeild in een televisieprogramma. Dat is een serie. En in die serie wordt gekeken wat eigenlijk de grootste kunstenaars van deze eeuw zijn geweest. Beeldhouwer, schrijver, muzikus. Ja, de wetenschapper ook, enzovoort. Ja. Ja. Nou, dat gaan we eens even doen. Dus, wie is de grootste wetenschapper van de 20e eeuw? Welke wetenschap? Natuurwetenschap? De grootste wetenschapper. Einstein. Wie is de grootste muzikus? De grootste muzikus van deze eeuw zou ik wijfelen tussen Stravinsky en misschien Mahler. Ja, dat is eigenlijk toch meer de 19e eeuw. Laat ik het houden op Stravinsky. Stravinsky. Wie is de grootste schilder van deze eeuw? Picasso. Wie is de grootste beeldhouwer van deze eeuw? Het zijn niet zoveel grote, maar één moet dan toch de grootste zijn. Brancusi, Giacometti, daar ergens. Vervelend is dat allemaal mannen zijn. Hè? Dat is jammer dat u mij die conclusie niet heeft laten trekken. Ja. Maar u hebt nog een kans. Wie is de grootste schrijver van deze eeuw? Kafka. Waarom niet Mulisch? Waarom niet Mulisch? Ja, maar goed, present people accept it, of course. Nee, maar zo ervaar ik me niet als de grootste schrijver van de eeuw. Ik denk helemaal niet zo aan andere schrijvers of wetloop waar we mee begonnen met die Nobelprijs. Zo werkt het niet. Mijn eerzicht is niet de grootste schrijver te zijn, maar een boek precies zo voor elkaar te krijgen als ik en dat boek het samen willen. Maar, kijk, u zegt wel, ik heb geen wedloop, maar u vergeleek uzelf met Nabokov en Tsjechov. U zei, Nabokov is een mooie zinnerschrijver, wat onmiskenbaar zo is. Dostojevski is een mooie boekenschrijver, man van de oorlog vrede, wat onmiskenbaar zo is. En ik ben een oeuvre schrijver. Ja. Dat klinkt als een hiërarchie. Ja, maar tenzij je zegt, ik hou meer van zinnenschrijvers. En er zijn talloze mensen die meer van Nabokov houden dan van Dostojevski. Maar wat is het verschil? Ik bedoel, waarom bent u een oeuvreschrijver en Dostojevski niet? Omdat als ik Dostojevski lees, dan weet ik helemaal niet dat ik een boek lees. Dan zit ik helemaal in die wereld van die man. Als ik Nabokov lees, heb ik dat niet. Dan denk ik, jezus, wat een meesterlijke vergelijking, wat prachtig geschreven. Snap je? Dan blijft dat, die taal blijft present. En dat wil ik niet. Waarom niet? Omdat ik in die wereld wil van iemand als Dostojevski of wie het ook is. Maar dan komen we nog op oeuvre. Dat pretendeert meer. Ja, maar kijk, je kan ook slechte oeuvre cijfers hebben. Maar goed, we hebben het over de goede. Pretendeert, laten we zeggen, dat het een dat het bij elkaar iets is. Dat het bij elkaar een filosofie vertegenwoordigt. Ja, zonder dat je dat wil. Dat is ook zoiets. Dat is niet iets dat ik dat denk, nou, mijn oeuvre is nou zus en zo, maar nou is daar nog een opening en daar kan ik nou net nog de procedure in doen. En dan is het helemaal mooi rond. Hè? Zo werkt dat niet. Dus ik doe gewoon helemaal iets nieuws. Vergeet alles wat ik ooit gedaan heb, want daar heb ik niks aan, als ik eraan ga zitten denken. En als het klaar is, blijkt het toch weer in te passen. En dat is dus niet een verdienste. Maar zou je die filosofie kunnen benoemen, die wanneer je dus later uw hele verzameld werk van Harry Mulisch achter elkaar leest, dat je denkt, ja, dat is het wat we overhouden aan Harry Mulisch. Ja. Namelijk? Ja, wat we overhouden, een bepaalde geur, een bepaalde atmosfeer. En het moet ook zo zijn, mijn naam staat nou op de kaft, dat als hij er niet op stond, dat toch iedereen meteen zou weten dat alleen ik dat in Nederland geschreven had kunnen hebben. En niet omdat het zo goed is, maar omdat het iets van mij is. Dus de man die van dood organisme levend organisme kon maken, gaat aan het eind van het boek dood. Wordt vermoord.
Is dat de moraal? Dat je met je fikken van de taak van God af moet blijven? Omdat je anders... Nou ja, dat zit er een beetje in. Het heeft nog andere redenen. En kijk, de procedure, die titel, daar hoor je al het proces. Hè? De boek van Kafka, de beste schrijver van de 20e eeuw. En aan het eind wordt Jozef K., de hoofdpersoon van het proces van Kafka, twee mannen met mes vermoord. En dat is precies zo als het hier gebeurt. Dus ik citeer eigenlijk een soort hommage aan de grote Kafka. Dat ik die man zo'n dood, ik had hem dood kunnen laten schieten of weet ik wat. Ik dacht misschien betekent het dat u het als uw laatste boek beschouwt. Ja. Dat werd ook al gezegd na de ontdekking van de hemel en na de aanslag. Nee, maar u tijdens het schrijven, dat u stiekem dacht, misschien is het wel mijn laatste boek. Ja, maar elk boek kan je laatste zijn. Hè? Als je op je 30e een boek schrijft, dan kan je ook morgen onder de tram komen. Nee. Het is niet wedden dat het niet mijn laatste boek is. Dat komt wel van. Okay. Wedden. Ja. Dit was Harry Mulisch over de procedure. Morgen is er geen BMW. U moet wachten tot maandag en dan... Ja, morgen is er wel BMW trouwens. Dat zeg ik nou. Nee, morgen is er geen BMW. Helemaal in de war. Dat krijg je ervan.